We zijn op zoek naar 3 verdachten van verschillende babbeltrucs. En steeds zijn de slachtoffers bejaarde mensen. Begin vorig jaar een vrouw uit Nieuw-Lekkerland. Vorig jaar op 9 februari was een mevrouw die destijds 88 jaar was, gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Deze persoon heeft haar een uur aan de lijn gehouden totdat er werd aangebeld. Daar is om haar pinpas gevraagd en die is meegenomen, de welbekende babbeltruc. En toen is er voor meer dan 1000 euro geld van haar bankrekening gepind. Dat gebeurt dus door deze man met bril. Hij pint van de rekening van de 88-jarige vrouw uit Nieuw-Lekkerland. Later in het jaar slaat mogelijk dezelfde man toe in Sliedrecht. Iets soortgelijks is afgelopen oktober ook gebeurd bij een 68-jarige dame uit Sliedrecht. Zij is gebeld door wederom een zogenaamde helpdesk-medewerker van de bank. Heeft hier haar pincode gegeven en vervolgens kwam er een koerier aan de deur. Die heeft zelfs nog het lef gehad om de limieten van haar bankpas te verhogen. En vervolgens is er weer voor een fix bedrag geld gepind. En aan het einde van het jaar is daar weer een vrouw uit Sliedrecht slachtoffer van een babbeltruc. Afgelopen december is een 73-jarige dame uit Sliedrecht ook een slachtoffer geworden van een soortgelijke babbeltruc. Zij ontving een sms waarin een nummer stond dat ze moest bellen van haar bank, zogenaamd. En bij het bellen van het nummer werd er verteld dat er iemand geld van haar bankrekening probeerde af te schrijven. Vervolgens kwam er iemand langs bij haar en die heeft voor duizenden euro's aan contanten meegenomen. En ook zelfs haar bankpas en daarmee is ook geld gepind van de rekening. Het gaat mogelijk om steeds dezelfde man. Oordeel zelf. Wie is deze man? Bel 0800 6070 of met Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.